video. Vandaag gaan we Minecraft doen met Giel. Zeg je naam even, Giel. Kom, Giel, we gaan dan slapen. Ja. Oh, je hebt honger, hè? Je krijgt honger, hè? Maar... Oké. Dan ga ik even minen, oké? Want dan hoop ik dat we lava tegenkomen. Waar water bij zit. Ja, maar dat duurt wel echt kei lang. Heb je niet voor obsidian een diamond pickaxe nodig? Ik ben helemaal op de berg gegaan, Giel. Helemaal op de top. Nee, daar ben ik al een keer geweest. Oh ja, Giel, ik heb nog een cadeautje voor je. 2. Ja, ik moet ook nog naar het huis gaan. Er zit een creeper in onze kistenroom. Jij, nou zit hij al buiten de kistenroom. Ik ga hem killen. Proberen. Snel, je zwaardje houdt. Nee, hij gaat ontploffen. Gelukkig niet in de kistenroom. Oh nee, Giel. Heb jij weer wat eten voor me? Ik kan weer niet meer rennen. Gelukkig, ik heb net een appeltje van de boom gekregen. Wacht. Daar zit de kist om. Daar ga ik maar gewoon heen. Oké, hier zit jij in het huis? Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Oh ja, zeg jullie naam in de comments en abonneer dan ook. En misschien ga jij dan een keertje iets bouwen in onze grot. Oké? Abonneer dan alsjeblieft en dan kom je misschien in de volgende video. Maar dan moet je wel je naam van Minecraft zeggen. Oké, Giel, ik drop je cadeautje. Wacht. Hier is een cadeautje, maar waar is het andere cadeautje in deze kist? Nee. Ik had nog iets voor je. Als ik goed is in mijn kist. Nee. Daar is alles gebleven. Oh, vast heeft die vieze waterzombie net gestolen. Ja! Ja, dat kan ook, hè? Ja, dit gaat iets makkelijker. Dan hoef je je kool niet te verspillen. Oh ja, Giel, wat vind je van mijn nieuwe skin? Nee, die heb ik gewoon gepakt. Ja, dat ook. Oh! Ja, ja.
Oh, het regent. Giel, kom eens kijken. Kom eens kijken wat in onze bunker kan zijn. Kom eens kijken wat je in onze bunker kan zetten. Sowieso wel wat kistjes. Ja, toen had ik het buiten geprobeerd, maar toen ging het regenen. En nee, toen kreeg ik ook weer niks. Dus toen ging ik naar iets van een zee. En toen ging het meteen regenen. En toen konden de waterzombies zijn. Wat zit er in die oven? Oh, onze koper. Ik pak het even. Zo, maar we krijgen wel veel. We zijn bijna rijk, Giel. We zijn bijna rijk. Ik hoop dat ik ga werken. Giel, drie ovens staan nou aan, hè? Ja, maar... Hoezo zitten hier toortjes in? Wat is? Hoezo zit je toortjes? Wat? Giel? Hoezo doe je toortjes erin? Hè? Nee, toortjes kun je niet bakken. Dat zat ik in die derde oven te smelten. Dan gaan we slapen, Giel. Oh. Je kunt alleen 's nachts slapen. Sinds wanneer hebben wij hier een... Waar is mijn pickaxe gebleven? Oh, gelukkig heb ik dat wel. Ja. Zo, Giel. Varkensvlees, dat vult echt keierig. Dus dan heb je er wel kei veel aan, hoor. In onze gezamenlijke kist zit twee eieren, hè. Zit hier. Oké. Je zegt, Giel, weet jij waar mijn pickaxe is? Ik ben wel vaak dood gegaan in deze grot. Iets van drie keer. Ergens lava. Nee, helaas. Alleen maar water. Ik heb alleen maar water gezien. Waar? Ja. Maar ik heb een nog grotere gevonden. Ja? Een wat? Ik heb een nieuwe koper.
Hier naar beneden. Wow, dat gaat wel. Ja, maar het is wel een soort van doolhof. Dat is weer niet fijn. Hier zit dat grind. Hier zit dat. Ach, hier. Hier. Oh, daar. Ja, maar helaas heb ik geen pickaxe. Nee, helaas. Wacht. Ik kan je tenminste dekken met mijn zwaard als er zombies komen. Hier zit wel kei veel korrel in deze mine. Ik denk dat ik de goede kant op ga. Hopelijk. Ja, ik ben bijna weer bij het begin. Dan ga ik weer even naar ons huis, oké? Okay? Oké. Okay. Oh, jammer. Ik ga eens kijken hoe het bij onze kippetjes gaat. Ja. Maar ver, we zijn een beetje ver, want ja. Ik ga mijn kippetjes kijken. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Helaas. Maar... dan beëindig ik hier de video mee en dan zie ik jullie in de volgende video. Later!